Hans vraagt of ik Cher al heb geluisterd. Is die gay? Wat denk je zelf? Wow, autotune. Wow. Lijkt Ronnie Flex wel. Hey, wat klinkt dit kut, jongen. Dit klinkt echt kut. Nou Hans, we hebben hem beluisterd. Ja, Hans, hij is echt fantastisch. Dankjewel Hans voor je input voor vandaag. Welkom bij de Flower Parade 2018. Ja, Leen is doorgegaan met Obesicat en heeft een zelfbruiner genomen. Maar hij is nu ook ineens gay. Ja, maar het echte verhaal is eigenlijk dat Leen het alleen maar loopt te zeiken over de content van Podcat. Dus weet je wat, kan hij lekker op donderen, toch? Vind je ook niet? Ik wil liever niet zo dat je praat over mijn hartsvriendin. Oh, sorry. Nee, Leenert heeft andere zaken te doen. Hij staat nu in de winkel, de pop-up store. Waar je mooie shirts kan kopen van Isle of Katwijk bijvoorbeeld. En tal van andere leuks. Luister, dames en heren, het is vandaag... Het is vandaag Flowerbird 2018 en het thema is landen en streken. Hoe ben jij topografisch, Jeffrey? Ik had hele goede cijfers voor landen en plaatsen. Maar voor rivieren had ik altijd een probleem. Oh, daar gaat iets mis. Luister, we hebben een mooie bosatlas erbij om het op te gaan zoeken. Maar voor de jongeren die tegenwoordig naar ons kijken, dit is een bosatlas. Vroeger op school kreeg je zo'n ding en dan kon je dingen opzoeken. Tegenwoordig heb je Google Maps. Lees trouwens heel goed wat er staat, met een CD-ROM. Leg jij de kinderen even uit thuis wat een CD-ROM is, Vink? Nou, dat is dus zo'n plastic ding waar dingen waar informatie op gebrand wordt. En dat kan je dan in je CD-gleuf stoppen, in je CD-ROM-speler. En dan doet hij dingen. Oh, we hebben wijn gekregen. Ah, dankjewel mevrouw. Echt, dit is de beste productie ever. Voor de mensen die het vorig jaar ook gekeken hebben. We hebben heel veel klachten gekregen over de genocidegrap van Vink. Dus ik hoop dat we vandaag wat leukers en normaals kunnen doen. Plus erbij, het was 12 minuten aan tyfussooi. En wij proberen het vandaag een beetje informatief te houden. Zegt hij met zijn fucking... Ook dit jaar zijn er weer dansintermezzo's. En je kan goed dansen, Vink. Weet ik. Hey, ik heb vandaag een land aan. Weet je welk land het is? Oké, wat zien wij hier? Daan de Mooi. Nee joh, welk land moet dat weer zijn? Nou, waar zijn homo's geaccepteerd? Staat daar Stan. Is dat niet Stan? Ja. Stan! Hoe is het, man? Wow, ja goed. Maar we hebben wel weer Stan gezien. Die staat op. Ik dacht dat Daan de Mooie niet zo had op jongere jongetjes. Nou, ik denk dat Daan alles wel doet wat hij tegenkomt. Ik denk dat wij onze klik ook nog niet echt gevonden hebben. Nee man, ik denk dat wij onze klik ook nooit gaan vinden ook. Een Oompa Loompa bestoel. Ja. Foutieve zeldeling. Hey. Wow. Is dit de DVS? Is dat tegenwoordig een dictatuur? Ja, altijd al geweest. Marcheren dat ze kunnen, dat vind ik wel mooi. Ik hou van marcherende mannen in pakken. En als je uit de maat marcheert, word je reet geneukt. Of geëxecuteerd. Vrouwen zijn niet toegestaan bij DVS, hè? Nee? Heb jij een idee waarom? Het lijkt me dat vrouwen beter kunnen blazen dan mannen. Ja, dat lijkt mij ook. Ze kunnen beter overweg met toeters. Kijk, de DVS zit in het verkeer, hè? Ja. Dus vrouw in het verkeer, dat is gewoon geen combinatie. Dus ik denk dat het is. Zou het daardoor komen? Ja, ik denk dat het is. Ja. Niks gaat boven de Harmony Katwijk. Wow, precies. Oh, Zuid-Amerika. Het is weer een Hollandse vrouw die probeert Braziliaans te dansen. We hebben een gast vandaag. Dit is een Braziliaanse dame. Maar laten we even zien hoe je als een echte Braziliaanse moet dansen. Harder. Oh, shout-out naar Irena. Maar als ze dan toch Brazilië uitbeelden, waar zijn de favelas? Wat zijn dat? Het zijn de sloppenwijken. Ja, ze gaan door de Hornes. Shout-out naar de Hornes. Mexico. Waar ligt dat? Ja, dat is de beach. Ja, waar ligt Mexico, Jeffrey? Verdomme. Echt meelijden met degene die dit moet gaan editen. Dit is echt zo veel onzin. Echt meelijden met iedereen die dit gaat kijken. Maar, Rijnsburgers die beatsen, dat heb ik nog nooit gezien. Nee, inderdaad. Dat is toch een Rijnsburgse corso? Ja. Dat betekent toch dat ze gewoon geld zat hebben om dit te doen? Eigenlijk wel, maar ik heb nog nooit een Rijnsburger gezien die beatst. Dus mensen kunnen wel zeiken, maar dat heb ik nog nooit gezien. Hoi, goed verhaal. Deze mevrouw heeft mij gewoon wijn gegeven.
Ja, lekker hè. Ik had Bastiaan Zuiderduin uitgenodigd ook, van de VVD. En die zei, nee, de hele gemeenteraad zit allemaal op de nieuwe tribune bij het evenementenplein. Dus mocht je een bom over hebben. Heeft Tom Frissel geregeld. Wat gebeurt hier allemaal? Jeffrey, jij kent deze mensen. Wie zijn ik dit? Ik heb echt serieus geen idee wat hier gebeurt. Welk land moet dit voorstellen, in godsnaam? Welk land is dit? Nou, er hangen vlag achterop van Italië, Frankrijk, Duitsland. Tweede Wereldoorlog. Hoe het begon? Is dit een ziek dweilorkest? Welk land is dat? Nou, vind ik deze is makkelijk. Welk land is dat? Ja, niet die meneer, maar dat ding erachter. Die man... Meneer cameraman, die man zat wel in de weg, hè? Ja. Meneer! Het vaderland! Wat heb jij met Duitsland? Duitsland heeft een speciaal plekje in mijn hart. En dat heeft niks te maken met de oorlog of zo, als je dat zou willen denken. Ik vind Duitsers gewoon hele mooie, bijzondere mensen. De muziek van Duitsers is ook, zeg maar, ja, briljanter. Het gaat intenser, het gaat beter, het gaat wilder. Duitsland is extra van gang. Hij wordt de gemeente Katwijk. Hoe dan? Hey, Sieke. Sieke is een zusterplaats van Katwijk. Sieke. Hey, dat lijkt me wel eens leuk om naar Sieke te gaan. Wij gaan een keer naar Sieke. Ja, wat zal dat te doen zijn? Sieke, waar ligt Sieke? Sieke. Sieke. Weten jullie trouwens dat ik doe elk jaar met een groepje vrienden mee aan de muziekquiz in de Boemerang. En vorig jaar zijn wij winnaar geworden omdat ik alles wist in de Duitse ronde. Nou, dan moet je erop shout-out zijn. Naar mijn oma voor de indoctrinatie. Sieken, ah, dat is voor de kinderen onder ons. Dan heb je Sieken gevonden. Dan ga je naar pagina 95 en dan ga je naar D6. Ah, Sieken. Oh, dat is niet zo ver. Laat even in de reacties weten wat wij moeten doen in Sieken. Ja, wat moeten wij doen in Sieken? Hey, daar ging Jordi weer. Jordi wil je niet meer aankijken, denk ik. Zullen we een gast erbij halen? Ja, ik ben er klaar mee. Wat vind je nou echt van de Flower Parade? Nou, wat mij vooral opvalt is de enthousiasme van de bestuurders. Dan moet je misschien een beetje opletten. Nou, het gaat over Nederland. Kijk dan. Het is zeker wel de slechtste van vandaag, maar dat maakt niet uit. Hallo meneer Van Beuk. Die lacht wel. Hij rijdt straks gewoon die tribune in. Interessant. Zijn jullie uitgeluld? Ja, we zijn bijna uitgeluld. Ik vind het echt fucking langzaam gaan het vandaag, jongen. Het gaat echt traag. Het gaat super traag. Oftewel, echt. Er zijn meer bejaarden gaan wonen in Katwijk. Zal nou een jongere generatie het hele feestje overnemen straks, denk je? Of gaat het gewoon dood? Dat ze allemaal nakken en dat je in één keer gewoon de speedbloemencorso. Dat die gewoon binnen 5 minuten komt alles voorbij. Gewoon 2,20 over de weg. Oké, Marius, doe jij eens even een analyse over deze car. Dit is Mexico. Dat zie je vooral aan de zijkant. Dat staat op Mexico. Wacht, ik wil een shout-out doen. Dankjewel, jongen. Dus shout-out naar DBS2. DBS2 zorgt voor al ons geld van de zaak. Mijn t-shirt. Gaan we daar weer over hebben. Mijn t-shirt. Dit is Albanië. Oh ja, dat was het. Ja. Albanië. Ik vind het ook zo mooi dat ze K3 opzetten als het gaat over Afrika. Ja, maar kijk. Stereotypes. Ja, ja. Oh. Afrikanen zien er niet zo uit. Zagen ze er maar zo uit. Hadden minder problemen gehad in de wereld. Gesponsord door de Zuidduinen en Koningshof. Oh, is dat Katwijkers naartoe op vakantie gaan? Ja, omdat daar kerkdiensten zijn. Ja. Ja, dat klopt. En gewoon Katwijkers die op vakantie gaan naar Rijnsburg. Ja, dat bestaat ook nog. Wauw. Wauw, kijk! Die trommeltjes hebben allemaal een eigen toon. Ze spelen geen beat. Ja. Ze spelen een melodie. Hoe dan? Ja, dit is wel wild. Mensen. Dit is echt heel vet. Even stil. Oh, zie je? Zit een vrouw in de band. Gaat meteen fout. Een lelijke bocht. Zie je? Een lelijke bocht. Ja, er worden meerdere mensen geëxecuteerd. Ja, ja. Dan heb je dus een trommel in je handen. En als je een trommel in je handen hebt, wil je gewoon op elke beat bam, bam, bam. Ja, maar nu moet je echt. Maar nu moet je wachten tot jouw tellen toon er is. Dan heb je gewoon 40 maten rust. Kling, klaar. Ik heb een keer gehoord dat een van de moeilijkste orkestinstrumenten de triangel is. Ja, want die moet je op de juiste moment inzetten. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook gespeeld. Ja? Bij de Harmonie Katwijk. Ja, en dan staat er, heb je noten, echt een A4'tje vol met noten. En dan staat er 56 maten rust. 52, 2, 3, 4,
3, 5, 2, 3, 4, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 5, 2, 3, 4, 1, nee. Kling! Oh, en dan echt na de 1. Dat was vet! Beste leer je wel tellen. Ja, je leert wel tellen. We hebben een nieuwe gast hier aanwezig, hier aan die kant. Wij mogen het midden staan, sorry. Hij is van de Young Flora Band. Vink, take it away. Waarom? Ik heb net al de andere gast geïnterviewd. Jij smeert hem gewoon. Ja, jij tuurlijk. Bent gespeeld. Ja. Wordt leuk. Ja hoor. Ja hoor. Jij bent echt enthousiast, Job. Ja. Ik weet ook niet. Wij maken de wereld nog mooier. Oftewel, zeg maar, ze hebben gewoon... Ja, praat door. Ik weet niet wat ze gedaan hebben. Ik weet nog niet eens wat ze uitbeelden. Ik hoop dat het gewoon allemaal een ravijn in rijdt. Dat is het. Ik kan hier niet. Ik vind het niet leuk. Ik vind het een beetje een matig jaartje hoor, dit. Ik vind het echt het meest vreemde jaar. Ja, ik vind het echt een raar thema. Maar hoe was het met je bariton? Helemaal goed. Ik heb trouwens nog een betere vraag. Waarom mogen geen vrouwen bij de Floramant en DVS? Floramant zit al vrouwen, hè? Vrouwen? Vrouwen. Bij DVS. Jullie niet, bij niet de grote orkest. Nee, maar die komen er nog. Die moeten nog stage lopen. Hoe lang? 20 jaar nog? Nee, die gaan dit jaar gaan ze beginnen. Of volgend jaar. Oh, wacht, stop. De Floramant krijgt vrouwen? Ja. Echt? Volgens mij wel, ja. Shout-out naar Gerard Mosser Jr. Gerard Mosser Jr. Progressief, hoor. Zeg. Nou, je partij nog. Zo, ja, mooi. Neem een lekker zakje suiker. Neem een lekker zakje suiker. Ja, hier, kijk zo. Geef twee mond open. Nou, we gaan voor de volgende. Kalla is een bouwproject hier om de hoek bij de Bloem. Waarin vitaal ouderen een huis kunnen huren. Maar dan moeten ze wel eerst een huis verkopen. Die 2 ton overwaarde moeten ze gooien in een of ander investeringsproject van de Raad Vastgoed. En dan krijg je daar een rendement op. En dan dat is weer een vermindering op je huur. Dus eigenlijk een soort van Palm Resort constructie van Dubai. Oké. Okay. Ik ben blij dat ik net codeïnepillen vond. Want Kijk, ze hebben een neger. Is dat? Ja. Erika Brijs. Terpstra. Maar waar is Erika Terpstra zelf? Waar is Erika? Waar is Erika? Ja. Ik weet het niet. Dit is zo kut. Dan heb je Erika op reis en is die trutter zelf er niet. Ja, je lijkt er niet eens op. Je lijkt er niet eens op. Later. Dit is nog slechter dan erachter komen dat Basje en Adriaan nooit echt in Amerika zijn geweest. Erika is toch veel dikker dan dit? Ja, Erika is wel een beetje ronder. Een beetje ronder? Erika is zeg maar... Jij past zelfs 2 keer in. Het staat op de kar, Erika is op reis. Moeten dan begrijpen van... Hey, Erika is op reis, dus kan er iets zijn. Dus we zetten een of andere travestiet neer die Erika na gaat doen. Staat Erika op reis, zeggen zij. Dat is haar programma. Ik stop ermee. Hey, ziet eruit dat dit al het einde is. Ik heb echt gewoon niet gelachen vandaag. Ik vond het niet leuk ook. Oh, nou, we kunnen een jaar gaan nadenken voor volgend jaar. Want volgend jaar is het thema beroepen. Nou, Vic, wat heb je altijd willen worden? Ik, hè? Ik heb altijd schoolleraar willen worden. Ja, het is je niet gelukt. Dat klopt. Ik ben nu verslaggever bij een kutomroep. Ja, ik wil echt Leen toch weer terug. Want ik ben dat. Ik wil Leen er ook weer terug. Ja. Ik vond het heel leuk om met je te doen, maar jij bent niet tactvol. Wat dan? Jij doet heel anders. Hoe doe ik anders dan? Ja, Leenert en ik liggen qua humor. Jij en ik ook wel, maar op een heel andere manier, want dan moeten we heel erg grof gaan. Ja. Maar Leenert en ik... Liever genocide dan vermenigvuldiging. Hebben wat meer... ik weet niet hoe je dat moet zeggen. Ik denk zoals, chemie. Zoals mijn beste vriend zei in een reactie op WhatsApp, dat was puur talent. Jullie hebben puur talent samen. Oké. Okay. En dat hebben wij samen niet. Nee. Dus... Doe even een boos gezichtje of een verdrietig gezichtje, want dit was natuurlijk super, helemaal kut. Morgen kunnen jullie de andere video zien van mij in Rijnsburg, ook super kut. En dan zien we jullie over 2 weken terug bij de Rijnsburgs, de Katwijkse Binsenfeestweek. Wat gaan we daar doen, Vink?